Er komen steeds meer mensen te wonen in de steden. De prijzen gaan hierdoor omhoog. Mensen gaan op zoek naar een goedkoper alternatief. Zoals de drijvende paalwoningen in Maasbommel. Makkelijk verplaatsbare woonboten of een compleet en makkelijk te verplaatsen woonwijk in het water. De mogelijkheden van wonen op water zijn eindeloos. Eigenlijk zijn die eindeloos. Zolang er water is, kan er gebouwd worden. Dat zie je bijvoorbeeld al in de steden. En het stadsbestuur is eigenlijk niet zo blij met de woonboten. En hier zoeken wij dus eigenlijk naar andere mogelijkheden. Hier in Noordwijk zijn er mogelijkheden in overvloed. Een van de nieuwste ideeën hierachter is om hierachter eiland in zee te gaan maken. Nadat de strijd met het water in 1958 eigenlijk al is gewonnen, wordt er gezocht naar uitbreidingen van woongebieden in het en op het water. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar gebieden in het IJsselmeer, Zeeland en gebieden voor de kust bij Noord- en Zuid-Holland. We moeten niet te hard van stapel lopen. Een groot eiland vlak voor de kust, daar verander je de kustlijn te veel mee. We denken nu aan een eiland van 20 miljoen kubieke meter. Dat kan je hier voor de kust realiseren. Je zou kunnen denken aan lokale kleine meertjes. Maar bijvoorbeeld hier, dit Markermeer. Dat zou ook een mooi uitgangspunt zijn om hier te beginnen met het bouwen van huizen. Denk nou niet dat we meteen voor de kust van Noord-Holland, Zuid-Holland een nieuwe provincie kunnen bouwen. Want dat is natuurlijk een beetje te ver gezocht. Maar dit hier zou een goed begin kunnen zijn. Markermeer, een meer vol recreatiemogelijkheden. Ingesloten tussen de Flevopolder en Noord-Holland. Zijn naam is te danken aan het schiereiland Marken. Naast deze feitjes is het meer de uitgelezen plek om te beginnen met wonen op water. Dat is eigenlijk vooral omdat het mogelijk is. De mogelijkheid is er. En mensen vinden het natuurlijk ook leuk om een beetje op te scheppen tegen vrienden van... Kijk mij eens mooi wonen op dit water. Wat ook is, dat huizen op het land... De grond is daar natuurlijk ontzettend veel geld waard. Terwijl als we kijken op het water, relatief dat water een stuk goedkoper is dan land... Drijvende huizen zullen gebouwd kunnen worden in de buurt van Hoorn, Edam, Volendam, in het IJmeer, voor Amsterdam en voor Almere. Ik begrijp je vraag. Ik weet het niet helemaal zeker, maar de kans op zeeziek worden op dit soort projecten, ik denk het niet. Ze hebben bij de TU in Delft. Daar zijn grote drijvende betonblokken uitgevonden. Die liggen zo stabiel op het water dat je totaal de golfslag niet voelt. Het enige wat je wel kan merken van het water is dat je het hoort klotsen tegen de zijkant van je huis. Langs de Houtrepdijk is aan beide kanten de mogelijkheid voor het bouwen van kleine woongemeenschappen die door middel van deze dijk toch niet helemaal afgelegen op zee liggen. Dit is dé recreatieve wonen op water gelegenheid bij uitstek. Ja, eigenlijk wel. Daar heb je wel gelijk in. Maar het grootste probleem is dat... Het is niet helemaal antwoord op de vraag, maar ik geef het toch maar even aan. Dat huizen, zeker in de binnenstad van de gemeente, behoorlijk verpauperen, verslechteren. En... Door het wonen op het water hoop ik dat de gemeente eigenlijk inziet dat ze met een nieuwe divisie in de gemeente daar meer aandacht aan geven. En oké, dan wonen we misschien allemaal op woonboten, maar dat we op deze wijze misschien ook de verpaupering een beetje kunnen remmen. Door
het tekort aan plekken aan het water kunnen we niet anders dan erop gaan. Het drastisch tekort aan nieuwbare ruimte midden in de binnenstad van bijvoorbeeld Amsterdam bieden woonboten en projecten die betrekking hebben met het wonen op het water de uitkomst. Ondanks de hoge grondprijzen in de grote steden zijn de meeste woonboten een doorn in het oog van de gemeentes. Maar met het oog op de stijgende zee- en waterspiegel is het wonen op water in de buitenwijken de oplossing. Naast het wonen op palen wordt er ook gezocht naar een compleet bewoonbaar eiland in de Noordzee. Een van de varianten wordt voor de kust van Noordwijk gedacht. De kustlijn zal hierdoor drastisch veranderen. Nou, je kan niet vlakkeloos zomaar wat voor de kust neerleggen. Want de strand is natuurlijk onze eerste verdedigingslinie. Het strand dat zal behouden moeten blijven. Dus dat willen we aanleggen door middel van de zogenaamde strandhaak. Dat is een kunstmatig strand, 1,5 kilometer de zee insteekt. Nou, ik ken persoonlijk lange afstandszwemmers, die zullen daar geen probleem mee hebben. Maar dat zal voor de meeste mensen niet weggelegd zijn. Dus in eerste instantie is de bedoeling om dat met veerdiensten te doen. Dat werkt op de Waddeneilanden ook heel goed. En onze droom is natuurlijk op termijn om daar gewoon een ondergrondse tunnel aan te leggen. Een eiland met een oppervlakte van al gauw 25 vierkante kilometer is iets waar de bewoners van Noordwijk binnenkort misschien niet van moeten schrikken als ze de zee instappen voor een verfrissende duik. De plannen zijn er, het idee ligt op tafel. Een eiland van 17 kilometer kan je natuurlijk heel wat huizen bouwen. Maar ja, we moeten er wel rekening mee houden dat we het wel over een toplocatie hebben. Dus de prijzen zullen vergelijkbaar zijn met pak een beetje binnenstad van Amsterdam. Wijk is een locatie aan de kust. Ja, het eiland wordt groot, dus het zal sowieso toch wel tot aan Katwijk strekken. Noordwijk is overigens niet de enige locatie die we op het oog hebben. We denken er ook over om voor Zandvoort iets dergelijks te realiseren. Voor zover het er nu uitziet, is het echt wonen op water als in hele drijvende steden nog toekomstmuziek. Wel liggen voor de hele Noordzeekust en in het IJssel en Markermeer genoeg potentie voor een mogelijk drijvend eiland en waterwoningen. Nederlanders en water, dat gaat natuurlijk al eeuwen samen. Op het water wonen, je woont op een eiland. Het zijn voornamelijk de voordelen waar je naar moet kijken. Extra zon. En daar zijn de Nederlanders ook voor te korten. Dus ik denk dat het een doorstaand succes wordt. Dat wordt geweldig, want dat betekent dat wij onze laatste fase tegen de strijd tegen het water ook gaan winnen. En ik zou zeggen van, we laten ons niet uit het veld slaan.